Hallo, het is Vrienden, daar was ik weer. Ik wil het ergens met jullie over hebben. Er is namelijk vorige week zondag iets gebeurd dat er nog best wel dwars zit. Ik ben het er niet mee eens en ik voel me ook best wel in de maling genomen. Ex on the Beach is namelijk afgelopen. Zomaar. En ik vind dat ze dat niet kunnen maken en ik vind ook niet dat we zo met ons om moeten laten gaan. Er is me gewoon nog zoveel niet duidelijk. Ik snap niet waarom ze dat programma ineens af hebben laten lopen. Er zijn nog zoveel dingen die vraagtekens oproepen. Zoals bijvoorbeeld Brody. Het schijnt dat Inspector Gadget / Michelle Cox erachter is gekomen. Dat Brody's echte naam niet Brody is, maar Jan. Je dacht waarschijnlijk dat je voorgelogen was toen je ouders je het grote geheim van Sinterklaas vertelden. Maar dit is nog 10 keer erger. 2 dagen dat Brody zijn eigen naam had gehouden tijdens de opnames. Wat was dan zijn functie geweest in het programma? Aangezien het enige wat hij het hele programma heeft gezegd zijn eigen naam is. Als een soort speciale Pokémon. Brody, Brody, Brody. Stel je voor dat ze hem gewoon Jan hadden gelaten. Dan was er gewoon het hele programma geen woord uitgekomen. Wat denk ik op zich ook wel beter was geweest voor iedereen's gemoedstoestand. Daarbij bleek het de laatste aflevering dat er helemaal geen extra voor hem het strand op zijn komen lopen. Wat ik op zich ook wel weer begrijp. Want hoe haal je het in zijn levensdagen uit met een jongen die de hele dag zijn naam roept? Op een gegeven moment denk je dan ook al bij jezelf. We zijn nu ongeveer 1 jaar samen. Ik weet inmiddels wel hoe je heet. Mijn volgende vraagteken is voor Renan, want sinds het programma afgelopen is, lig ik al dagen wakker omdat ik heel erg benieuwd ben wat hij nog meer allemaal kan zeggen in het Engels. You know, like, are the bitches still twerking and shit? King of the villa, shit, you know, English words, fuck. Renan, kill, je bent een Belg. Own up to it! Dat hij een identiteitscrisis heeft komen in de allerlaatste aflevering van Ex on the Beach ook achter, toen het bleek dat hij zich op datingsapps anders voordoet dan zichzelf om zijn vriendin te bedriegen. Bijzonder. Ik ben ook heel erg benieuwd naar Lena. Ik vind Lena serieus een heel erg leuk wijf. Zij is zeg maar die vriendin die heel leuk is om mee naar huis te nemen. Maar waarbij je wel dus nog eventjes van tevoren moet vragen of ze alsjeblieft niet over gangbangs of soort people wil beginnen. Voordat ze mee ging doen aan Ex on the Beach was ze oppas. Ik denk eigenlijk nu niet meer aangezien ze in het programma zo vaak over gangbangs heeft gepraat. Dat het onoverkombaar is dat je als oppas ouders jezelf afvraagt of ze juist niet gaat gebruiken voor dingen die je alleen maar tegenkomt in de meest schuine hoekjes van Pornhub. Maar oké. Lena praat over seks alsof ze het uitgevonden had totdat Misty binnenkwam. Toen was het even allemaal in één keer even gewoon helemaal finaal kwijt. En ik ben gewoon heel erg benieuwd of ze het weer teruggevonden heeft. Nog iets wat ik niet begrijp is waarom Danielle nooit het water uit is komen lopen om iedereen te laten zien wat voor zwijn Misty is. Want even serieus, het blijkt dus dat Lena met Misty ging terwijl Misty weg was voor opnames voor Temptation Island met Danielle. Dit is toch te sausig voor woorden, dit kan toch niet. Nog iets waar ik het niet mee eens ben zijn de laatste exen. Die er in de laatste aflevering ineens heel erg snel in gefietst werden. Yin Yin bijvoorbeeld. Waren de producers vergeten dat ze haar helemaal naar Curaçao gevlogen hadden? En dachten ze op de laatste dag, oh kut, geef haar maar een taart, dan heeft ze er wel een beetje wel gehad. Of nog iets wat ik me afvraag is of Stacey er al overheen is, Robin nooit iets heeft laten horen. Terwijl hij het lef had om een cowboyhoed op te zetten, terwijl hij haar aan het bereiden was. En nou weet ik niet wat ik erger zou vinden, maar ik denk dat ik me in allebei de situaties bedrogen zou voelen. Misschien dat ik het scenario met de hoed nog wel erger zou vinden. Hoe ga je zo met iemand om? Dat is echt ongelofelijk. Nog iets wat me niet duidelijk was in de laatste aflevering is wie er onder Ricardo lag. En daarbovenop waarom hij zijn sokken nog aan had. Je kan niet zo bruut op iemand tekeer gaan en dan je sokken nog aanhouden. Dat is echt disrespect. Misschien nog wel meer disrespect dan Robin die deed alsof hij vee aan het hoeden was. Maar dat is niet alles, ik moet het gewoon weten. Zal Jesse Elias ooit nog weten te tolereren? Is het nog aan met Diaz en zijn scharrel? Die meid die één dag in de villa was en waar hij gewoon maar gelijk een relatie mee had genomen. Omdat ze waarschijnlijk de enige was die met hem wilde naaien in die 3 weken. Waar ik ook benieuwd naar ben is wie Brody in de tussentijd nog meer allemaal belaagd heeft. Is het hem überhaupt ooit gelukt om met iemand te naaien? Heeft Jesse ooit een goede humeur nog teruggevonden? Gaat het ooit nog wat worden tussen Harry en Robin? Wie de fok is Jim ook alweer? Zou Jasmine nog steeds geen fucking grappen maken? Is ze überhaupt nog boos op Messi? Ik snap er niks van, jongens. Het is niet normaal dat het seizoen in één keer is afgelopen. Ik ben het er niet mee eens en ik verwacht dat het goed gemaakt wordt. In de plus en voor de rest van de week de plus. Ik kan niet wachten tot Temptation Island. Laat me in de reacties weten wat jij nog jezelf afvraagt na dit seizoen Ex on the Beach. Waar ben je benieuwd naar? En discussieer mee en dan zie ik jullie natuurlijk weer morgen met een nieuwe aflevering van Tante Sof.